En probeer te achterhalen welke vogel ik hoor, Lucky. Ja, ik hoor Lucky ook, ja. Dinsdagmorgen. En ik hoor jou ook mouwen, Lucky. Maar ik hoor ook een vogel die ik even niet herken. Ja. Oh, moppie. Oh jee. Goed. Zo gaat het dus tussen die twee. En de Blackie wilde net ook een keer een eitje en ik kwam een kopje geven. Ik denk, huh? Dat heb ik nou een fietsenbel hangen, maar echt waar. Ik kom echt met een kopje tegen mijn hand aan. Wee, dat herken ik dus even niet wat we tussendoor horen. Wee, dat is. Waar het nou vandaan komt, oh excuus voor mijn jasmouw. Waar het nou vandaan komt, weet ik niet. Nou valt de link weer weg. En we hebben problemen met de internetverbinding. Vanmorgen dacht ik dat het aan mijn telefoon lag, maar Paul heeft dus hetzelfde. Paul trouwens al van gisteren af eigenlijk, geloof ik, ja. Maar toen had ik nog geen last ermee. Maar het wil niet echt. Zo, even een drieluik gemaakt van de muskeliertjes. Gedeeltelijk. Hij hangt niet helemaal lekker alleen nog. Zo ongeveer. Net totaal over de hooien gegaan, want de posta kwam dus veel te dichtbij en ik had geen bescherming op, en zij ook niet. Ik zei het gelijk in het Hongaars, dat ik heel bang was. Nee, geen virus. Nee, jij weet dat zeker, maar ik weet dat zo zeker nog niet. Ik ben nu nog steeds helemaal, echt helemaal in paniek, maar ze had dus een pakketje en een brief, maar dat is dus voor M.E. van Bennekom Jolanda en Priority uit België. Oké. Eens maar even het AliExpress ding, want ik weet ook niet wat hierin zit als ik heel eerlijk ben. Oh, de kettooi, die heb ik ook al wat teruggekregen van het geld, dat is wel mooi. Ja. Kijk. Oké. Okay. Dat ging te snel, daarom doe ik het nog een keer, maar ja. Oké. Nou, dat is de tweede waarvoor ik het geld al terug heb gehad. En dan ben ik toch wel heel benieuwd naar dat Priority uit België. Automobiles, Citroën. Oh, dan weet ik al wat het is. Dat is dat ding. Aha. Waar ik waar moet wachten. Oh, dat zijn dingen voor de auto. Ja. Aha. Maar die staat op jouw naam, dus... Ja, dat klopt. Daar waarom de MM aankomt, dat weet ik dan ook niet. Madame Monsieur. Oké, daar zal het misschien mee te maken hebben, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het staat in het Frans, maar dat is in ieder geval dus dat certificaat. Aha. Spooky had zoiets van, wat is dat nou? Paul had hem al neergezet, helaas. Ik had het even willen vloggen natuurlijk, het eerste contact met de katten, maar ze doen er niet echt nog iets mee. Je moet er gewoon drie uur harder. Ja. Ik moet gewoon harde, een knal tegengeven, dan gaat hij draaien. Want Paul die heeft nu even een ding erin gedaan. Een lichtje. Ja.
Wat is dat nou weer? Het is ook gelijk nog een massageborsteltje daar in het midden. Hm? In het midden is een massageborsteltje. Mm-hmm. Ik was het gisteravond nog vergeten te filmen, maar Paul heeft dus hier die plantjes van de week geplant die nog steeds in de vensterbank stonden. Nee, ze doen niet zo heel veel meer op dit moment, maar wie weet kan dat nog bijtrekken. Ik weet het niet, ik hoop het. En deze zijn een uitprobeersel, want die waren per ongeluk door mij kapot geslagen met de grasmaaier. Hij gaat even kijken of ze nog wat willen doen, want ze waren wel aan het wortelschieten. Leek het. Dus hij gaat gewoon toch even kijken. Verder hebben we eigenlijk geen idee of er al echt iets opgekomen is uit het bijenbloemenmix, zeg maar. Het bijenbloemenmix. We zien overal van alles, maar over het algemeen denk ik toch meer onkruid, maar ik weet het niet. En ik ben nog weer aan het onkruid trekken geweest. Ook daar achterin juist. Dus. En ik ben met de grasmaaier bezig, dus wat dat betreft, ik ben lekker aan het tuinieren. Ik ben voornamelijk hier aan het proberen een pad te creëren richting de kastanjeboom. Overigens, misschien was het toch net wel 1,5 meter met de postvrouw. Ik weet het niet. Ik hoop het. Paul is weer eens in een gekke bui hoor. Die is een eenhoorn geworden, hè? Ja. Kom maar. Een keer hoorn. Ja, echt wel. Zeker. Deze gaat een beetje open. En daar komt ook een knop in, maar een andere kleur. Zie je het, Paul? Ja, maar er zitten meerdere verschillende bloempjes in. Ja. Wel wat grappig. Daar gaan we nog even op mijn desje daar. Een beetje een hele heftige mededeling gehad over een van onze gemeenteleden. Dus we gaan daarom ook even samen, omdat ik het ook even niet zo zie zitten om te rijden, maar ik er graag dus even uit wil nog. Even weer genieten op de kijktoren, zeg maar, op het plateau. Ik hoor de karakiet volgens mij en ik hoor wel een koekoek. En ik hoor veel andere geluidjes van vogels, dus heel leuk. Mooi, oh, inmiddels meerdere koekoeks. Ik hoorde er al 3 net. Ja, voor mij ook, hè. Het record was 5, geloof ik, hè, toen we naar de vogelhut liepen toen. We hebben er wel meer, dat ze naar elkaar aan het zijn. Maar toen waren het er 4 of 5, maar het is wel heel leuk. Ik zie ook van alles nog liggen. Hè? Ik hoor kikkers. Oh, dat kan. Er zit momenteel een specht in om te voeren. En dat ga ik kijken. Ja, daar gaat hij weer. We zagen net de andere ouder en we horen de jongen. Gaaf. Heel leuk gezicht zo, dat hele pad door de tuin heen.
Ja. Het is een woensdagmorgen en ik zie nu inmiddels in alle... Nou, het zijn verschillende plantjes. Ik wou zeggen in allebei twee knoppen, maar... Het zijn verschillende plantjes. Hier zie ik er dus twee. En dit zijn dus ook voor mij twee verschillende plantjes. Heel leuk. Eekhoorn is al hartstikke leuk, maar er rende dus ook nog een tweede. Ik zag er dus twee tegelijk. Alleen die zie ik nu heel even niet meer. Daar zijn ze prima naar de zin in ieder geval. Mooi, het knopje gaat open. En nog meer mooi nieuws. Als we niet langer dan 48 uur in Duitsland en Oostenrijk zijn, kunnen we gewoon naar Nederland komen. Kijk. Dat is dan wel heel erg fijn om te horen. En de avondklok was laatst verschoven van 11 naar 12 uur. Voor als ik dat vergeten was te zeggen. En die is nu helemaal opgeheven. Dus dat is helemaal mooi. Allemaal mooie positieve dingen die ik allemaal van mijn zusje hoorde net. Dus kijk, en het zonnetje schijnt. Dat maakt het ook allemaal nog weer extra fijn. Dus top. Nou ja, ik ben super blij. Alleen... kijk tegen de zon in. Vandaar dat ik een beetje moeilijk kijk, maar ik ben wel echt super blij. Lekker, alweer 23 graden, heerlijk. Alleen blijkt nu dat je voor Nederland dus wel tijd tegen een negatieve test nodig hebt en in quarantaine moet. Dus waarschijnlijk gaat het hele feest weer niet door. Zo word je dus van het ene weer terug in het andere geslingerd. Maar goed, oké. We gaan het zien. Misschien dat er nog wel een uitzondering ergens te vinden is ofzo. Paul heeft vanmorgen een kettingzaag gekocht, maar die moet hij zelf in elkaar knutselen. Ach ja, het is weer eens wat anders. Je ziet in dat gat te vallen wat ik dacht dat hij moest vangen, maar in een ander gat. Je hebt hem in elkaar dus in ieder geval. Ja. Heb je dan een ander gat, wat zei je nou? Ja. Wat bedoel je? Daar bepaalde gaatjes geboord en ik dacht dat hij daarin moest vallen. Maar in het boekje kijk ik het verder niet vinden. Die foto's, die plaats die erin staan, is ook een duik dat ik het niet zie. Maar hij bleek wel in een ander gat te passen. Dat, en daar kon ik ook mee strak spannen. Dus ik vermoed dat dat dan ook wel de bedoeling is geweest. Want als die, dat was je kettingspannen. Ja, oké. En ik heb naar Minbusa gebeld, oftewel het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. En je moet inderdaad een negatieve test hebben. En dan is de quarantaine is een dringend advies. Dus als wij eventueel na 4 dagen weer terug willen, dan kan dat wel gewoon. Maar goed, die test... op dit moment zie ik het nog even niet zo zitten. Maar goed, misschien bedenk ik me nog wel. Paul ontdekte dat Blackie heel geïnteresseerd was net in iets bij de pallet. Inmiddels ligt ze daar ook rustig, maar... ze heeft niet eens door dat we langslopen, dus ze heeft waarschijnlijk toch iets gespot in de buurt van die pallet. Ik ben vanmiddag met name aan deze kant nog even aan het onkruid trekken geweest. En Paul heeft juist wat meer hier zo onkruid staan te trekken. En daar achterin was ik vanmorgen nog bezig geweest al, maar het was wel heel gezellig. Samen met Paul eventjes onkruid trekken. Ik ben wat langer doorgegaan omdat het voor Paul al snel te warm werd, maar dat hebben we nu eenmaal vaker. Deze spruitplantjes trekken toch flink bij nu ze vrij staan. Die was al groot, dat klopt. Daar staan er nog een paar, nou die zijn nog wat kleiner, maar ook die trekt aardig bij. Ja, en de zonnebloem deed het al goed, gelukkig. En Paul heeft uiteindelijk 1 aardbei kunnen opeten. De rest was al aangevroten. Maar ja, goed, dat is niet anders. Maar die was in ieder geval lekker zoet. Maar er bloeien nog een aantal bloempjes weer. Dus wie weet. En er liggen er nog een aantal dus te ontwikkelen.
En hier groeit de ene zonnebloem wat harder dan de andere zonnebloem, maar dat hou je toch wel meestal. Sommigen denk je echt van, wow, die hebben toch wel flinke bladeren, anderen zijn wat dunner. Maar goed, dat zeg al, dat hou je toch. Dat heb je hier vooraan ook, dat de ene harder groeit dan de ander. Maar dat maakt verder niet uit, ze zien er goed uit in ieder geval. Hier met deze twee ook. En zelfs die ene die aangegroten wordt de hele tijd, heeft weer wat nieuwe blaadjes. Dan groeit hij ook door. Deze groeit lekker door en die kleine ernaast. Dus wat dat betreft hartstikke leuk. En deze heb ik vanmiddag opgehangen. Eentje met hulp van Paul, want dat ging een beetje mis omdat de spijker op de verkeerde plek zat. Ik kreeg er niet meer uit uiteindelijk, maar goed. In ieder geval een soort wave, een vorm met dolfijnen schilderijtjes. Laters.